Het Koningshuis. Maison Royale. Zeg ik even bij. Maison Royale. Die hebben trouwens ook in Den Haag. Maison Royale. Maar dat is heel wat anders. In ieder geval een stuk goedkoper. Dat weet ik wel. Dat vind ik het mooie van ons Koningshuis. Dat die mensen zo normaal zijn. Daar zijn ze het buitenland stikjaloers op. Hè? Dat wij een gewoon Koningshuis hebben. En dat je daar ook aan kan relateren met je gezin. Zo winnen we maximaal een gezin, daar heb je ook zelf wat mee. En dan denk je, ja, ze hebben hetzelfde als jij, weet je. Ze hebben ook een kind met obesitas. Wat nou, oh. Je weet wel gelijk wie ik bedoel. Amalia krijgt, als ze 18 is, 1,5 miljoen per jaar. Ik vind vrij veel snoepgeld voor zo'n meisje. En ik heb uitgerekend, 28.000 euro per week, jongens. Dan verdient de sterspeler van AC Milan nog ineens. En zij zit alleen maar voor Oranje in de selectie op de bank. Nou, we gaan het erover hebben, over het Koningshuis. Want het is zo gewoon. En ze willen ook graag gewoon gevonden worden. Dus we gaan er ook gewoon grappen over maken. Want Amalia moet maar tegen een stootje kunnen. Ik denk trouwens dat ze ook tegen een stootje kan. En het is fijn om een gezin te hebben waar je aan kan relateren. En waarom moeten we het dan toch over Amalia hebben? Nou, dat zal ik je vertellen. Omdat ik dat lieve kind geen toekomst toewens. Zoals prinses Juliana haar leven heeft moeten slijten. Dit jaar verscheen een biografie over prinses Juliana. Ik weet niet of je het gelezen heeft. Het is verschrikkelijk wat dat mens voor leven heeft gehad. Als kind dwaalde ze door de paleizen. Niemand keek naar haar om. Omringd door ja-knikkers. Viel in de handen van een gebedsgenezeres, Margreet Hofman. En uiteindelijk natuurlijk ook getrouwd met de piraat van Oranje. Ja, prins Bernhard. De gouvernante moest zich opsluiten in haar kamer op Paleis Soestdijk. Anders werd ze aangerand door die kraut. Door die foute kraut. Doet pijn, hè? Doet oud dit? Ja. Het is ook een oudejaars. Jammer dan. Als we het er niet over hebben... We hadden het erover moeten hebben. Omdat wij het er niet over hadden... toen heeft die man ongestoord zijn gang kunnen gaan. En die vrouw sloot zich op in haar kamer. Ja, vind je het gek? Die man ging op safari, die schoot gelijk raak. Meer buitenechtelijke kinderen dan de gemiddelde sekteleider. Maar ja, ieder gezin heeft wel een vieze opa... Toch leuk om je aan te kunnen relateren. Hè? Ieder gezin heeft ook wel een jongen die het heel goed doet. In Oranje is dat natuurlijk prins Maurits. Prins Maurits kocht dit jaar voor 1,8 miljoen een villa in Wassenaar. Zijn eigen Mauritshuis. En iedere familie heeft ook wel zo'n bemoeizuchtige tante. Prinses Laurentien. Hè, die wil dat iedereen leest en schrijft. En een paar weken geleden zei ze ook, ja, we moeten korter douchen. Ik denk, waar bemoei jij je mee, stinkdeken? Dat is normaal, hè? Ja. Heerlijk. Ze zijn zo normaal. Iedere familie heeft ook wel iemand die aan de drugs zit. En Oranje is ook. Koningin Wilhelmina. Historisch onderzoek heeft dit jaar uitgewezen... dat Wilhelmina in de oorlog in Engeland aan de crystal meth zat. Een voorloper van de crystal meth, moet ik zeggen, pervertine. Ja. Want u weet, ze maakte een trip van Nederland naar Londen... en nou, dat is zo doorgegaan met trippen, kan ik je vertellen. En nu begrijp je het ook als je naar Radio Oranje luistert. Dan snap je het ineens. Hè? Landgenoten! De adelaar is geland. De sprot zit in het netje. De dolfijnen zijn gerukt. Dr. Anders Loe de Jong heeft er later van gemaakt dat het codetaal was. Dat was helemaal geen codetaal. Die was zo'n patje. Mijn kliefdag. Mijn kliefdag. Neem nog een Wilhelmina pepermuntje. Lekker. Ze zijn zo normaal. Willem en Max, hè. Ouders van nu. Met het geld van nu. Sinds 1973 valt er daar geen blauwe envelop op de deurmat. Rood, wit, blauw. De kleuren van onze vlag. Die hebben een betekenis, dat weet u. De kleuren staan voor een deugd die wij als Nederlanders bezitten. Rood staat voor... Ik dacht dat het allemaal over de Nederlandse identiteit ging en zo... Rood staat voor moed. Wit staat voor vroomheid. Blauw staat voor... Trouw. Niet voor die envelop. Nee, dat is het niet. Blauw staat voor trouw. Moed, vroomheid en trouw. Geen van deze drie deugden is in verband te brengen met de Oranjes. Dus ze hangen er als een wimpeltje bij.
Nou, daar komt ook het werkwoord afwimpelen vandaan. Dat komt daar vandaan.